Wat wij de afgelopen tijd hebben gedaan is dat wij dit operatiekamercomplex met verkoevenkamer, dus waar de mensen uitslapen, omgebouwd hebben tot een intensive care complex. Daarmee zijn we een kleine 2 weken geleden begonnen. En sinds een ruime week zijn wij bezig met een heel team om dit complex om te turnen tot een intensive care complex. Dat is echt gigantisch geweest. Van linnenkamer tot brandweer, tot schoonmaak, tot beddencentrale. Fantastisch hoe je in korte tijd met zoveel mensen zo goed kan samenwerken in deze bijzondere tijd. Normaal is het UMC Utrecht, het is heel groot, dus de afstand tussen afdelingen is best groot. Maar in deze tijd zie je dat mensen bereid zijn je enorm te helpen. Dat is fantastisch om te zien en alles is mogelijk. We mogen blij zijn met alle apparatuur die we in het UMC Utrecht en in Nederland hebben. Om dit allemaal mogelijk te maken, hebben we ondersteuning gekregen van meer dan 150 enthousiaste collega's die niet alleen dag, maar ook in de avond en in de weekenden doorgewerkt hebben. Dit is heel uniek in de zin van dat het een enorme schaal is. Het zijn heel veel intensive care bedden die gerealiseerd moeten worden. Het is heel bijzonder dat wij als anesthesieverpleegkundigen, anesthesiemedewerkers, mensen intensieve zorg moeten gaan geven. Wij zijn gewend om in een hoogtechnische omgeving te werken. Wij zien de patiënt vrij kort op de operatiekamer, maar nu ligt de patiënt hier voor 2 of 3 weken. En dat is toch echt heel anders. Je maakt echt de reis van de patiënt mee. Dat is indrukwekkend. Het is heftig. Maar we gaan het beste van maken. En we gaan ervoor zorgen dat we gewoon zoveel mogelijk het goed doormaken.